situatie van mijn ouders wie in 2012 wie hij al 89 jaar. En toen kreeg je nog een open hartoperatie. Nou, dan ben je wat ouder. Maar ja, je zei wie vitaal. En dus zei ik dat ken er wel aan. Maar voor mijn mem, die wiemantelzorger, hè, ja, die kreeg het moeilijk. Ja, en toen kreeg je mem in 2014 TIA's. En dan, ja, ben je samen mantelzorger. Ik deed al een prut voor mijn heid en mem. Maar ja, er kwam gewoon dingen zien. Dan hield ik mij de WMO te maaien. Ja, dat op een gegeven moment koeken dat je net meer voor me kon krijgen. En toen wist ik gewoon via van, hé, dat is een meitinker. En voor mij werd het heel aangenaam. Want ik mocht heel graag alles wel van mijn ouders dwaan. Maar ja, dat ben toch dingen, dan regen je dan zien. En toen ben ik zo in contact kwam met Ineke. Ja, heel fijn om Ineke voor het eerst te ontmoeten. Ja, dat ze heel veel dingen aandroeg. Hè? Van mij, dat er mogelijkheden waren. Vooral die zuid die hield echt van zijn tuin en dat had er heel lang dien. En dat kon niet meer. En dan is het zo fijn dat een oplossing, zie ik het Mayo. He, van vrijwilligers om mij te helpen in het tuin. Of mijn orenklusjes. En traplift en het aanvregen. Het moet net iets wijzen voor een scootmobiel voor Heid. En hulpmiddelen, he, welke hulpmiddelen binnen nodig. Nou, en wat kunnen we die mem nog meer ontlasten? En dat is wel heel belangrijk geweest, dat moment. Dat wij niet meer alleen meer staan. Nou, nog ik weer. Ja, voor mijn mem, hè. Zij is overleden vorig jaar. En dan is mem wat ik ouder. En wij willen graag dat ze heel goed verzwaren wordt. Hè. En dat ik de geruststelling van, nou, het komt wel goed bij ons mem. We kunnen er ook niet elke dag wezen. En dan, dus nu is er wel een beetje meer regelmaat dat we Ineke wat vaker zien. Ja. En dan, ze hebben hele goede tips van om ik uw wet te ontlasten, want wij ken ik alles net. Dat jouwt wat verroeming. Juist.